Maandag, welkom bij Surveillance King, se heel nietste innoverende product. Weet je, daar was so baie mense wat my gevra het, een goedkoop oplossing om die buitenkant van jou plaas te beskerm. Met andere woorde, skape en krale, advokadepere, binnen, nette, landerijen, perimeters. Wat ik vandaag vir julle wil wys, is omtrent die heel eerste ten volle gemobiliseerde eenheid wat jy letterlijk met jou hand kan optel en neersit net waar jy wil met een lithium-ion batterij en wat 42 uur hou sonder dat kracht beskikbaar is. Een 80 watt zonpaneel hou hem 100% aan die gang. Hy kan charge met 220 kracht of van 220 kracht af hardloop en dan de zonpaneel gedeelte. Binnen in hierdie machine is een hele onafhankelijke communicatiestelsel. Wat betekent, als ik hierdie twee torentjies uittrek, dan boost dit jou cellfoon opvangst op jou plaas. Dit geeft jou die ability om hier die twee camera's op die box door jou cellfoon te kan zien. Die kas het een zonpaneel aangedreven licht buitenkant wat in die aand, wat niks met die batterij te doen het nie, so as die son vanaand sak, gaan hierdie licht aan, hy maak so 20-30 meter lichtkol vir visualiteit. Hierdie box maak dit baie makkelijk. Jy kan hierdie box self ontwerp, jy kan een thermal camera gebruik, een dual lens thermal camera, wat dit beteken, hy het twee lense, een gewone lens, wat hierdie dag lekker wys, en in die nacht jylle hitte op, so ver as wat hy hitte optel. Sy perimeter fencing, met andere woorde, die alarms wat ons kan stel, wat hier die ding baie lekker maak, tot en met 90 meter. 90 meter by 90 meter by 90 meter, kan ons vir jou skape oppas, of een landerij oppas, of een boord oppas. Tel ons jakkels op, het onderskeid tussen mens en dier. Dit maak alarm. Die camera aan die achterkant is een Tiok camera, wye hoek lens, wat in kleur skyn, wat een alarm maak as die intruder inkom. Die alarms kom dan hier na jou cellfoon toe. Wat lekker is van hierdie machine, jy kan hierdie camera vervang met 'n padkamera. Baie mense gebruik LPR kameras. Ek kan 'n LPR kamera hier opsit en 'n gewone thermal kamera of gewone klein kamera hier opsit. Of 'n LPR of 'n LPR of 'n goedkoper kamera en 'n goedkoper, hang af wat jou behoefte is. Wanneer ek hierdie product by jou aflever, is hy automatisch geconnect met my beheerkamer. Beweeg asseblief weg van die draad, is Surveillance King se beheerkamer. Hy is klaar geconnect met jou cellfoon. So hier is letterlik geen installatie betrokke nie. Die tasie weeg so 16 kg. Jy tel hom op. Jy kan hom op 'n paal monteer, wat ons in jou verskaf. Jy kan jou eie paal maak. Jy kan hom op 'n diesel tank neersit, jy kan hom op 'n agterkant van 'n bakkie neersit, jy kan hom op 'n kraal muur neersit. Jy kan met hierdie ding doen net wat jy wil. Ten volle gemobiliseerde eenheid, al wat jy doen, as jy die ding ontvang, jy skakel hom dood eenvoudig aan. Alles is klaar geprogrammeer, data is gelaai, die cellfoon, connectie is klaar op jou cellfoon, die sagte ware is op jou cellfoon, die beheerkamer weet van jou 100% gemobiliseerd, hy is staal uitgemaak, hy is waterdig, hy is stofdig, baie lekker charge module hier binnen, hy charge binnen in 'n uur, 2 uur van scratch af, vol op 220, sonpanele bykie langer, maar hy hou hom in die gang. Vir die eerste keer kan jy met die contraptie, met sy bracket, met die smurfie op die bracket, om boe op een spulpunt sit. Jy kan die hele lente van een spulpunt in die nacht kyk met sy thermal, met die hele spulpunt vir een perimeter fencing, so enig iemand wat na by jou spulpunt kom, sal dat alarm afgaan, en ook die achterste camera wat na jou spulpunt grond toe afkyk.
Voor de eerste keer kan je dit doen en hij beweeg 100% samen met die spulpunt. Je kan hem schuiven naar een diesel tank toe, wat je tijdelijk in die veld hebt. Als je naar diesel tank wil kijken. Je kan hem tijdelijk schuiven als je implementen in die landerijen uitkomt, in steden van opstal toe te vat, kan je hem opslaan om naar jouw implementen in die landen te kijken. Jij kan met een nummerplaatcamera of met een gewone camera of met een thermalcamera voor de eerste keer jouw eigen plaatspad dophou. Voor karre wat in en uit beweeg, wat niks eigenlijk met jouw buurman te doen het. Ons het uitgewerkt met die wijte wat hierdie perimeter is, kan ons 580 skaap dophou in een kraal met of hierdie camera of hierdie camera. Die filmel gedeelte van die camera help eigenlijk maar net als dit mistig is, dat jij door die mis nog steeds effectieve triggers en kan kijken wat in jou skaap kraal. Die andere lens is een gewone optieke lens. Voor de eerste keer kan jij wat ook al jij wil beschermen, baie koste effectief doen. Met een dood eenvoudige, gemobiliseerde surveillance kit binnen in een box. Smurfy.